Ik werk hier al ruim 18 jaar, met heel veel plezier. Eindhoven is een grote stad, gebeurt van alles. Er zijn heel veel mooie projecten waar je aan kunt werken. De stad ontwikkelt zich elke keer weer. Ik werk met heel veel plezier bij de gemeente Eindhoven, omdat het een hele leuke werkgever is. Een grote afdeling, projectexpertise en allemaal erg leuke collega's. Ik ben heel goed opgevangen en aan de andere kant ook wel meteen in het diepe gegooid door de projecten die ik hier over heb genomen van andere collega's. Binnen de afdeling zijn we heel erg bezig met kwaliteitsverbetering. We zijn echt bezig om de afdeling tot een nog hoger plan te brengen. Daarvoor hebben we intervisiegroepen, we maken samen ons afdelingsplan. En we hebben ook regelmatig bijeenkomsten waarin we praten over ieders projecten. En om te kijken wat er beter kan en waar anderen iets van kunnen leren. We staan hier bij het complex Mariënhage. Mariënhage, een van de oudste plekken van Eindhoven. Met zijn eigen sfeer. We zijn nu samen met corporatie Dela zijn we dit aan het herontwikkelen, aan het herbestemmen naar een conferentiehotel met 68 kamers, aanvullende vergaderfaciliteiten, een mooie brasserie met terrassen en een aantal ceremoniehuizen. Ik sta hier voor de kaart van het oude NRE-terrein. Dat is een van de gebiedsontwikkelingen die ik doe. In de gemeente Eindhoven zijn we bezig met nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. NRE-terrein is een voorbeeld van. En daar gaan we met eindgebruikers een complete nieuwe levendige stadswijk maken van een oud fabrieksterrein. Wat belangrijk is om mee te nemen hier bij de gemeente Eindhoven is dat je vooral ook goed met het bestuur moet kunnen omgaan, met de wethouders. Je gaat direct contact hebben met de wethouders die veel van je vragen en daar moet je ook goed antwoord op kunnen geven. Daarnaast is het heel belangrijk om met een team samen te werken, dat je met je andere projectteamleden die ook hier binnen de organisatie werken, maar ook extern als projectontwikkelaars of omwonenden, goed kunt samenwerken om naar een mooi eindresultaat te gaan. En tenslotte moet je natuurlijk ook het proces goed kunnen snappen. Welke processtappen moet ik nemen als projectleider? Wanneer moet ik beginnen met mijn volgende fase? Heb ik die goed afgerond? Zijn alle producten klaar? Want je doet het uiteindelijk voor het eindresultaat en als je dat goed gedragen maakt met z'n allen, perfect. Iemand die gewoon met twee poten in de klei staat, open, eerlijk, transparant, open vizier. Maar ook iemand die leert van zijn fouten, die fouten ook durft te delen met anderen, waardoor we met z'n allen weer leren.